gemeente Urk is de eerste gemeente die meedoet aan het ontzorgingsprogramma van de provincie. En vandaag is de aftrap. En ik ga daar kijken. Voor de provincie Flevoland is het ontzettend belangrijk dat we de provincie schoon en duurzaam achterlaten voor een volgende generatie. En daarom vinden wij het heel belangrijk dat het maatschappelijk vastgoed, daar hebben we ook een soort voorbeeldfunctie in als overheid, dat we dat maatschappelijk vastgoed ook inzetten voor sociale dingen, maar dat we dat ook op een duurzame manier doen. Je kunt je voorstellen dat een aantal eigenaren of beheerders van gebouwen heel veel enthousiasme hebben om aan de slag te gaan met duurzaamheidsmaatregelen, maar dat ze niet de handjes hebben, de capaciteit om zo'n heel programma op poten te zetten. En daarom heeft de overheid gezegd, we willen dat de provincies gaan ondersteunen daarbij, zodat de provincie bijvoorbeeld kan zeggen, nou, dit is een mooie routekaart naar een verduurzaming, dit zijn de maatregelen die je zou kunnen nemen en ook financieringsplannen, hoe je die in elkaar knoopt. Dus eigenlijk alles wat je moet doen om een goed plan te maken, zodat je dat ook kan aanvragen en uitvoeren, dat eerste stukje, daar helpt de provincie bij. Dit is een heel bijzonder zwembad, omdat er verschillende duurzame technieken zijn toegepast. Bijvoorbeeld riothermie. We sturen het water vanuit het zwembad, waar we later het zwembad mee verwarmen. Sturen we die kant op met een grote pomp. De warmte van de rioolbuis, van het rioolwater, wat ongeveer tussen de 15 en de 20 graden is, wordt overgedragen op dat water. Ja. Dat komt weer terug bij het zwembad. En met warmtepompen zorgen we ervoor dat het verder wordt verwarmd. De provincie helpt ons, vooral financieel, om eigenlijk al die gebouwen in kaart te brengen. Om advies te krijgen, wat moeten we nou per gebouw doen, heel concreet, de komende jaren, qua onderhoud, qua vervanging, om CO2-neutraal te worden in 2050. We zijn bezig met de fysieke staat van de gemeentelijke gebouwen op Urk in beeld te brengen. We weten dat we snel een spoorweerboekje moeten maken om de gebouwen CO2-neutraal te maken. Dat spoorweerboekje moet aan het eind van het jaar klaar zijn. We hebben 30 gemeentelijke gebouwen aangemeld, waaronder 12 scholen, meen ik. En daar gaan we een slag mee maken. Nou, die 30 gebouwen tezamen hangen we niet aan 1 ton op, maar 1450 ton CO2. En de energiebesparing van dit gebouw de laatste jaren is al ongeveer 15 ton per jaar. Nou is dit wel een energieslurper, dus of we met die anderen ook zoveel wens kunnen bouwen, maar we moeten gewoon tot het minimum zien te beperken. Wil jij nou meer weten van het ontzorgingsprogramma? Ga dan naar flevoland.nl.